Het is een belangrijke dag voor hamburgerliefhebbers, want vandaag is internationale hamburgerdag. En de man die vorig jaar nog furore maakte met een hamburgerbroodje van pakkenbeet 2000 euro, die gooit het nu over een andere boeg, namelijk hamburgers bakken voor het goede doel. De meetup is eigenlijk de eerste kennismaking met Diego's, het restaurant wat hopelijk voor dit jaar, eind van het jaar, in Rotterdam moet komen. Ik vind dat ook de mensen die het niet kunnen veroorloven op deze dag een hamburger moeten kunnen eten. Eerste reactie? Pog. Vlees lekker gekruid. Ja, zoals je ziet is het al best wel druk. Dus er komen en gaan van mensen. De helft van de opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk dak- en thuislozen in Rotterdam. Maar wat maakt dat broodje nou zo speciaal? En ik ben juist teruggegaan naar de basis. Goed brood, goed vlees, goede saus. En geen poespas, geen kruimpjes, geen schuimpjes. Gewoon puur waar het om draait. En dat is eigenlijk het vlees en het broodje. Geen quinoa, geen kikkererwten. Gewoon vlees, brood en een beetje sla misschien? Een beetje sla en een beetje saus. That's it. Die burger die is dus zo goed dat je een tweede gaat nemen. Ja, zeker. Ja, lekker. Ja, hij was precies goed gebakken, medium rare. Dus heel chill. Kan je omschrijven hoe die smaakexplosie in je mond voelt? Hij was echt super juicy. Hij was echt heel lekker. Hoeveel broodjes denk je dat je vandaag gaat verkopen? Ik hoop 750. En dat is wel een beetje de doelstelling. En dan is het ook echt op. Dus we hebben er in principe, zeg maar, we verwachten 200 daklozen vanavond. Dus we hebben nog 500 broodjes ongeveer voor de mensen die vandaag aansluiten.